Belangstellenden kunnen vanaf half februari tot en met eind maart 2021 opnieuw voorstellen indienen voor financiering via Suriname Agriculture Market Access Project, SAMAP. Het gaat in deze om een tweede oproep van de Matching Grant Facility, MGF, van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Het MGF is een competitief fonds om de marktoegang voor Surinaamse kleinschalige landbouwers en landbouwvoedselverwerkers te stimuleren. Deze grants bieden ondersteuning in machines, apparatuur en diensten tot minimaal 5.000 en maximaal $300.000. Voor alle aanvragers in alle districten zullen ondersteuning en training beschikbaar zijn. Het eerste SAMA-project werd in september 2019 afgekondigd en meer dan 400 boeren dienden een projectvoorstel in. Daarvan werden er slechts 68 aanvragen gehonoreerd. Bij deze nieuwe ronde kunnen indieners ook rekenen op assistentie bij het invullen van de aanvraagformulieren.